Hallo allemaal, ik ben Toot en welkom bij deze hele speciale video. Want, jongens, ik ben helemaal hyped. Ik heb geen idee hoe ik deze video ga doen. Het is echt, het wordt super cool. Wij gaan namelijk, ja, kijk dit mooie rankje. Ik ben gewoon gold over 1 geworden, jongens. Ik heb gisteren tot freaking laat in de nacht heb ik zitten te gamen. Omdat ik graag volgende rank wilde worden. En het is me gewoon gelukt. Ik heb gewoon met een team van 4, op een gegeven moment waren we met een team van 5 zelfs, hebben we gewoon heel veel potjes gespeeld. Ik was 2 uur pas klaar met gamen. Ik sliep 2:30. Het was echt super laat, maar ik ben nu wel de volgende rank. En dit was echt mijn grootste droom, gewoon om nu Overwatch te kunnen doen. Dat gaat ook in deze video gebeuren. We gaan Overwatch doen. Ik heb dit nog nooit gedaan. Het is echt... Ik heb geen ervaring, ik ga kijken. Ik ben natuurlijk niet de enigste Overwatcher. Laten we eerst even een beetje uitleggen hoe Overwatch werkt. Ik ga eerst de opname even checken, want dit wil ik zo graag opgenomen hebben. Hoe werkt Overwatch? We krijgen een soort van case. Het is moeilijk uit te leggen. Ik ben een beetje hyped voor dit video, jongens. Het is echt geweldig. Overwatch, ik denk dat de meesten wel weten wat het is. Je moet hackertjes beoordelen of mensen hacken en... wat mensen dan hebben. Hebben ze wallhack? Hebben ze aimhack? Al die dingen moet je maar eens een keer op Google opzoeken wat het precies is. Ik mag dat aan het einde beslissen of ze wallhack hebben of ze aan het cheaten zijn. Whatever. Daar krijg ik een soort 15 tot 20 minuten case voor. Dan moet ik bekijken, dan moet ik beoordelen. En dan mag ik beslissen of ze hacker zijn. Dus dat is letterlijk het idee van Overwatch. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die een bepaalde case krijgen. Dus als ik zeg van hij gaat het spel uit, is hij nog niet helemaal het spel uit. Maar dan draag ik dus wel bij aan de beslissing. Zo werkt het. We gaan het doen. Download evidence. Jongens, dit is zo hyped. Echt, ik heb er zo erg zin in. Click on the download evidence. Click on review evidence. You will now watch the replay. At the end, select the appropriate resolution from the possible options. And you're done. Zo, het is gewoon, we krijgen een beetje XP, natuurlijk doen we het daar niet allemaal voor. Maar we gaan het doen, ongeveer 10 minuten. We gaan het doen. We gaan letterlijk de eerste Overwatch doen. Blame het niet als ik het fout doe, want ik heb er heel veel zin in, maar ik weet het ook niet precies. Ik heb echt nog nooit gedaan, het is zo vreselijk, superleuk. Jongens, ik heb echt heel erg zin in. We gaan gewoon kijken of mensen cheaten. En jullie mogen in de reacties natuurlijk ook achterlaten van, vinden jullie dat mensen cheaten? En dan kun je zeggen van, hey, dat had je fout. Je zegt dat hij wallhack heeft, maar dat heeft hij niet. De eerste suspect heeft een P25 of P2000. Ik maak meteen al de eerste fout. Gaat naar B op de map Inferno. Oh, dit is zo leuk, hè? En hij gaat meteen een rushje naar Banana. Hij ziet smoke, dus hij weet dat er mensen zitten. En ik kan X-ray aanzetten. Er komen nu een paar mensen komen er. Hij doet niet zoveel... Hij heeft nog geen kill. Hij reload wat. Er gebeurt nog niet zo heel veel. Pakt een P90 pakt hij op. En wat de frik was dat? Jongens, hebben we hier het cheaten? Dit was echt, wat de heck was dat? Ik zag niet eens dat hij schoot. Het kan natuurlijk mijn fout zijn, maar wat gebeurde daar? Oké, we zitten even... Iedereen komt weer langs... er gaan een paar naar Banana. Eentje gaat naar A, denk ik. Maar we gaan kijken hoe deze gedachte... Oké, headshot. Nog een headshot. In principe zag ik geen flik. Dus dat valt allemaal wel reuze mee. Komt P90. Ja, hij ziet hem gewoon. Niks aan de hand eigenlijk. Hij pre-fight hem ook niet echt. En ja, de laatste wordt gewoon gekild. Dus dit was niet echt een verdachte ronde. Hij deed niet zoveel verkeerd, vond ik. Hij heeft ook een headshot bestaat 50% nu. Dat valt op zich wel mee. Even fast forwarding. Dat doet hij gelukkig zelf. Dat hoef ik niks te doen. Hij heeft weer een P2000. Ik snap niet dat hij niet meer koopt, want volgens mij heeft hij echt veel meer geld. Hij heeft nu echt... kan ik niet echt helemaal zien. Maar P2000. Oké, dat is meteen een headshot. Hij pre-fight hem niet. Die mist hij. Hij pakt een... volgens mij is dit gewoon een hele goede... Want hij weet zijn mechanic volgens mij wel. Ik zie daar... Hier is een terrorist. Onder je hoort hij niet. Hoort hij... Die is ook stil, dus dat... die ziet hij gewoon... Ja, geen headshot, geen aimhack. Volgens mij is dit redelijk legit. Die kan hij ook gewoon horen. Nee jongens, dit is echt geen gecheat, dit. Echt niet. Volgens mij heeft deze gast gewoon echt niks gedaan. Hij bunnyhopt ook niet erg. Dat je denkt van, hé, die heeft een script of zo. Laten we gewoon X-ray gewoon even aanhouden. Dat is wel handig. De terroristen gaan nog niet zo heel erg... Ja, ze gaan nu naar B rushen. Ze komen nu van Banana. Oké, hier gooit hij gewoon een molly. Hier wordt hij geraakt. Die
vind ik, nou ja, logisch eigenlijk dat hij daar staat. Nou, daar zit één. Oh nee, dat is even zijn teammate, laat maar. Er staat, ja, daar één. Nou, die doet de deur dicht. Hij weet dat hij er is. Nou, en die wordt al gekilled. Nou, ik zie nog geen aimhack, ik zie nog geen wallhack. Ja, die pre-fire die wel. Alleen, ik weet zeg maar niet, het kan doorgecommuniceerd. Het was al redelijk ver in de ronde, dus ik denk dat dat niet echt verdacht is. Moet ik eerlijk zeggen. Maar misschien komt het nog. Misschien komt het punt waarop hij is gereport, zoals Game Meneer mooi zegt. Komt misschien nog wel. We gaan het zien. Hij flasht hier banana. Die flash, dat is een hele slechte flash. Dat flasht hij zichzelf ook mee. Hij hoort ze nu overduilen. Nou ja, die schiet hier wat lucky. Nou ja, sowieso geen aimhack denk ik. Want hij is echt... Ja. Daar kan hij gokken. Daar kan hij gewoon gokken dat er één zit. Weet je, dat doe ik ook wel eens. Ik pre-fire ook wel eens corners. Het is niet echt heel erg verdacht of zo. Nou, hij pakt weer een P2000. Ik zie niet hoeveel... Waar kan ik zien hoeveel geld hij heeft? Dat vind ik wel even... Oh, dat kan ik zo zien. Hij heeft nu... Hij veelt... Waarom heeft hij eigenlijk verder niks? Dat is verdacht. En hij heeft geen skins. Dat is ook verdacht. Het zijn twee verdachte puntjes. Alleen, over zijn gameplay kan ik echt zeggen... Ja, maar ik zie hem ook niet lokken. Hij is volgens mij gewoon goed in zijn aim en zo. Ja, die wordt geschoten voor hem. Ja, die ziet hij gewoon. Ja, gewoon heel normaal volgens mij. Echt gewoon... Ik vind het wel raar dat hij en een P2000 koopt en gewoon de hele tijd wapens oppakt. Dat vind ik wel raar. Maar kijk, deze heeft ook weer geen headshot. Dus ik vind het zo... Ja, ik denk sowieso geen aim hack. En wallhack denk ik ook niet. Hij is wel een beetje raar. Hij heeft geen skins. En hij is gewoon... Kijk hoeveel geld hij heeft. 15.000 geld. Hij koopt hem volgens mij ook niet voor zijn teammates. Dus dat is... Ja, ze hebben nu wel full equipment volgens mij. Ja. Oké. Die onder de flash. Nou, dit was wel... Ik denk dat dit het punt is waarop hij gereport is. Maar ik denk dat dit gewoon puur gelukshots zijn. Ik denk niet dat dat echt cheaten is ofzo. Misschien heb ik de flik gemist. Want ik heb even niet heel erg opgelet. Maar volgens mij was dit niet echt... Heel verdacht. Hij koopt weer... Oké, nu koopt hij een AWP. Hij heeft ook weer geen skin. Dat kan verdacht zijn. Dat het gewoon een cheater is. Die denkt van... Oh, mijn account kan toch wel weg. Nou, dit zijn slechte bunny hops, joh. Hij hit er ook geen enkele, joh. Nou, hier... Ja, hit hij eentje misschien. Nou ja, we gaan kijken hoe hij dit gaat oplossen op banana. Je ziet daar op spawn een paar. Je ziet ze eigenlijk nog helemaal niet rushen. Wat ziet hij nou... Nou, ik bedoel... Hoe moet ik hier nou... Hij heeft sowieso, hij kijkt niet door muren heen. Kijk, hij piekt gewoon de corner, hij ziet hem niet. Hier, goed reactievermogen. Is gewoon geen cheater. Hij heeft geen skins, je zou denken misschien is een cheater. Maar ik vind hem geen cheater, echt niet. En ja, zet natuurlijk even in de reacties of jullie dit een cheater vinden. Of gewoon niet. Dan, nou gaan we dat, ja... Leg ook even uit waarom je hem een cheater vindt, waarom je hem geen cheater vindt. Waar gaat die terrorist nou heen dan? Ga naar de bom. Hey terrorist, de bom ligt achter je. Ja, wat zit hij nou te doen dan? Waarom gaat hij pieken op... Nou, hij heeft hem in ieder geval wel. Hij staat de hele tijd stil. De verdachte, ja, hij ziet ook gewoon... Weet je, dit is gewoon geen cheats. Anders had hij nu al lang om kunnen killen. Oké, het is 1 tegen 1 nu. De suspect tegen Daisy. Hij komt eraan via spawn. Ja, die hoort hij gewoon. Hij hoort hem gewoon. Dit is gewoon... Ik denk dat deze man... Gewoon helemaal niks heeft gedaan. Want als shots waren volgens mij legit en hij hoorde alles gewoon. Dus ik zeg van deze is niet verdacht. Ik ga hem gewoon summit verdict. En ik zeg het is geen verdachte jongens. Geen verdachte. Jongens bedankt voor het kijken. Dit was de Overwatch case. Willen jullie meer van dit soort dingen zien? Laat even een like achter. En dan gaan we gewoon. Ik heb deze video niet geëdit trouwens. Want ik vond het wel leuk om deze hele video van te laten zien. Ik hoop jullie ook. Laat een like achter als jullie het leuk vinden en jullie meer van dit willen zien. Dan hoop ik jullie allemaal te zien bij een volgende video. Doei doei!